Aruba, Jamaica. Goedemorgen. Hallo. Je hebt echt een schurft aan Kokomo, hè, Carmen? Ja, dat is ook echt niet gespeeld. Ja, ik word echt bijna agressief van dat nummer gewoon. Ik vind het zo verzinnig. Aruba, Jamaica. En dan komt er eerst... Ik vind het futloos. Zo gaat het. In mijn beleving. Dus ik vind het verschrikkelijk ergelijk. Ik vind het een heel leuk liedje. Dus er moet een moment geweest zijn dat bij jou misgegaan is. Het is wel een leuk Twitter-account, hè, van Jan-Willem Startop. Zo krijg ik toch nog een beetje, ik zeg wel eerlijk zijn... Iets van de ochtend mee. Ik sta niet elke ochtend om 6 uur op om jou... Nee, sorry. Maar dan kan ik via de Twitter-account zie ik toch een beetje wat je allemaal doet. Dat is waar. Ook een aanrader, het Twitter-account van Carmen zelf. Ja. Alleen in de maand mei, 3 weken twitter ik niet. Maar heel raar. En ik heb gehoord dat jij een heel goede ghostwriter hebt. Oké, af en toe help jij me ook nog wel eens met een tweetje. Oké, ik geef toe. Nee, maar het gaat altijd zo. Martijn, is dit leuk? Kan dit? Ja, echt, dat kan, Carmen. Dat kan. En dan... Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor Twitter. Echt wel. Ze is heel leuk. Volg haar eventjes. Bart? Ja? Bart's Classic Track. Ja. Is toch wel echt te gek op YouTube. Dank je. Ja, ik vind het zo'n fijne serie. Het ontleden van liedjes. Ja. Dat je gewoon een paar zo van die... Doe eens een beetje zo voor de vorm. Dat je een paar van die knopjes drukt zo. Ja, dan zet ik gewoon in de piano open. Ja. De piano en de zang. En dan de horns erbij en zo. Mooi is dat, hè? Zo mooi. Ja. Gaan we alles uitzetten. Alleen maar de... Nou, deze was wel heel bijzonder, hoor. Ja, van Stef Bos. Oh. Ik zat ook in de studio, daar kreeg ik dacht, wat gebeurt hier? Hij ontroert, maar hij ontroerde over een liedje wat 30 jaar oud is, hè? Heeft hij dan nog steeds zelf. Papa, ik lijk steeds meer op jou. God, dat is lekker Oei Niet Is Love avond, joh. Ja, dat nou, krijg ik het zelf, ja. Mag ik zou ook, het is zo'n... De laatste zin is het mooiste eigenlijk, omdat ik daar het allemaal een beetje loslaat. Jij bent trouwe kijker. Ik ben echt trouwe kijker. Als ik naar jouw vlog kijk, wauw. Waar ging mijn laatste vlog over? Volgens mij over de Classic Track, maar dat is echt de allerlaatste. Oeh, goede redding. Gijs, Martijn. Als jij je Insta-account in 15 seconden moet promoten, hoe zou je dat doen? Daar staat alles op wat je nooit hoort op de radio. Omdat het zo slecht is? Of? Nee, omdat het juist te leuk is, omdat we te... Ga ik het ook nog verdedigen? Gewoon. Waarom? Ook? Ik vind het heel leuk. Er staan dingen op van het radioprogramma. Vind ik leuk. Ja, er staan dingen behind the scenes op. Jij komt er heel goed vanaf. Dat hoor je ook nooit. Je hebt, en veel persoonlijke dingen de laatste tijd. Dus tussen de rode lopers zie je jou in één keer met je slippers en 2 kinderen. Dat vind ik echt heel je ziet, leuk. Met mijn zoon en dochter. Ja. Ja. Op het, de zwembrigade is tot uw beschikking deze Ja, echt leuk. Ja, dat is, je ziet wat meer privé van me dan dat je dat ook op de radio hoort. Me valt goed, hoor. Me valt het goed voor je? Ja, vind ik leuk. Vind je dat fijn? Ja. Echt fijn. Je bent net een mens. Ja, dat ben ik zelf nog niet zo uit. Nee, je lijkt het, hè? Oh, oké. Carolien? Ja? Waar kom jij vandaan? Waar kom ik vandaan? Ja, uit welke plaats? Waar ik geboren ben. Ja. Enschede. Kom jij ook uit Twente? Ja. Ik heb in Enschede gewoond, ik heb in Borne gewoond. Toen ben ik in Laren het Gooi verhuisd. Toen naar Hierde, toen naar Harderwijk, toen naar Breda en toen naar Utrecht. Nou, snap ik dat filmpje op Twitter wel. Wat dan? Nou, ik zag op het account van Rob Stenders. Ja? Zag ik een filmpje van 2, zoals jullie zeggen, provinciaaltjes in de grote stad. Ja. Hey Carolien. Ja. Waarom neem je de Brabochtoon weer mee naar Amsterdam voor de 2e keer deze week? Gijs Tavelman gisteren ook al. Wij snappen dit gewoon niet. Jij ook nou niet? Nou loop ik weer fout. Hier, stop die tram weer precies dat ik niet open kan steken. Ik vind het een hele ingewikkelde stad. Ik vind parkeren ingewikkeld en duur ook. En eigenlijk vind ik alles ingewikkeld in Amsterdam. Leuke stad hoor, maar ingewikkeld. Ja. Nou, het is eigenlijk ook maar gewoon een provincie. Ik bedoel, het is gewoon een provincie als alle anderen. Behalve dan dat de mensen er veel arroganter zijn. Ik woon nu in Utrecht, hè? Daar zijn ook, dat zijn ook allemaal van die grootstedelingen. Oh ja, maar, dat zijn van die wannabe Amsterdammers. Ja, wannabe Amsterdammers. Oeps. Maar anyway, dus als Rob en ik naar Amsterdam gaan, is altijd hommeles. En kijk wat een opwindende stad, zo moet je het ook kunnen zien, hè? Wat een metropool, man. Wat een metropool, zo moet je het ook kunnen zien. Alleen... Wat? Het is vrij onmogelijk om, kijk, hipster, maar wel een toerist. Heb je een hipster? Ja. En staan ook leuke filmpjes op jouw Insta en Twitter account? Zeg maar ja,
Volg ja, er even, is hartstikke best leuk. Best wel. Ja, als je een leuk blikje achter het schermen wil, dan... Ja, dat wel. Vraag van de dag. Zoals, moeten we deze zomer wel of niet de BH aan? Dat vind je dus allemaal wel op onze social accounts. Tim, weet jij hoeveel volgers je hebt bij je Spotify-lijstje? Ik denk 290 of zo. 289. Dan moet er eentje bij. Moet er zeker eentje bij. Ja. Ik gebruik hem nog steeds. Ja? Het is een ideaal lijstje als je een beetje zo... Ja, wat ik zeg, een beetje chic wil lijken. Een beetje zo... Nou, ik heb tenminste een goede muzieksmaak. Er komen mensen op bezoek en dan gaat hij weer aan. Ja. Levert er nou nog wat op, zo'n plug, denk je? Nou, de vorige keer ging het heel goed. Ja, heb je er twee bij? Nee, de vorige keer ging er echt volgens mij gewoon 100 bij. Ja, dus ja, als dat er weer bij komt, dan ben ik een tevreden man. Ik doe het ook helemaal nergens voor. Het is gewoon dat het mijn hobby is. Ik vind het gewoon leuk. Nou, ik vind het ook leuk. Ja. Dat is ook belangrijk. Wat vind je de beste van de laatste tijd die er tussen stond? Is dat Lieke Lee? De nummer 2. Ja, Mark Ronson. Wat waren dat een ontzettend leuke Insta-stories? Uit Japan? Ja. I'm the queen of Insta, you know? I know. Maar vertel even wat het ook was, die Insta-stories van jou. Met die, Ja, met dat voedsel. Het mooie is, in Japan hebben ze dus een soort kunstvorm. Daar lijkt het bijna op. Om eten na te maken van plastic. Zodat je die in etalages kan laten zien. Dan kun je precies zien wat je krijgt. Dat is wat je krijgt. Maar het is zo goed gedaan dat het echt bijna niet van het neppen is te onderscheiden. Dus ik had op een gegeven moment een quizje op mijn Insta of het echt of nep is. Ik had ze allemaal fout. Je had ze allemaal fout, ja. Klopt. En heel veel mensen hadden het fout. Want het is gewoon heel goed nagemaakt. Dus daar heb ik een quizje van gemaakt. Twee keer. Is nog te zien op jouw Insta-account? Ja, is nog te zien. Because I'm the queen of Insta. Jij vertelt mij nooit wat. Wat heb ik niet verteld? Jij bent dus zeg maar een soort van bevriend met een van de invloedrijkste vloggers van Nederland, ja? Maak jij gewoon een fucking YouTube-serie? Oh! Ik weet van niks! Nee! Maar dat, oh, sorry, had ik dat al eerst? Ja, natuurlijk! Jouw afdeling? Okay. Wil je publiek of niet? Nou? Ja, nee, zeker! Maar oh, dus ik had een deeltje met je Ja, precies! Nou ja, nu niet ik meer. Ik zit ook in de volwassen filmindustrie. Is dat ook iets wat je kwijt kunt... Nee, ik heb er niet aan gedacht. Maar ik zal dat nooit vragen aan je. Nee? Nee, natuurlijk niet. Het is hartstikke leuk. Kijk nou, wat heerlijk. Welkom bij de allereerste. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want het is niet helemaal mijn ding dit. Jawel, je deed het heel... Ik zeg het niet graag, maar je deed het wel goed. Ik trek dat echt slecht. Ja? Kijk, jij bent natuurlijk een scriptschrijver, iemand die het voor je knipt, iemand die gewoon nee, met de camera... We hebben dat met de... ja, echt, voor zo is het belachelijk klein groepje gedaan. We waren op een gegeven moment... het paste in twee bussen. Zo meen je niet. Nee, we hebben dat met z'n... Nou, eigenlijk met z'n vier hebben we dat gemaakt. Wauw. Dus alles wat je wil weten over B-cups, waar koop je naaltjes, hoe hou je je vinyl schoon, hoe maak je het schoon... Waar kun je het kopen? Hoe kom je aan een goede pick-up? Hoe wordt een plaat gemaakt überhaupt? En dit broodje komt met een label al onder en boven. Straks tussen de pers gaat dicht en perst deze gloeiend hete klomp PVC tot een plaat. Ik heb het gezien, ja. Ja? Ik was daar nog onder de indruk. Ja? Ja. Omdat je niks van Wouter verwacht eigenlijk. Nee, dat niet. Maar ik weet nu veel meer over vinyl dan wat ik daarvoor van vinyl wist. Ja. Jij bent nog jong natuurlijk. Ja. Het is anders. Zeker. Ik vind het zo mooi dat je heel anders reageert als Wouter erbij is. Zeker. Het is toch een soort angstcultuur die je heerst. En terecht. Wouter is de beste. Goed zo. Leo Sayer was bij jou op bezoek. Ja, hoe kikker was dat? Nou, Marielle Dekker, collega, die kwam bij en die zegt, je moet even meekomen. En toen, nou ja, het was gewoon echt... Geweldig. Ja. Hij zag er wel een beetje uit als een soort pornoster, vond ik. Vond je niet? Daarvoor ken ik te weinig pornosterren. Dat was ook zomaar even een wild idee van mij. Maar, Die man is gewoon 71. Die staat daar te swingen en... Ja. Wauw. Ik zag het lampje op staan. Toen dacht ik eigenlijk dat hij aan het spelen was. Ze zijn nog aan het... Maar goed. Absurd dit, hè? Ja, goed, hè? Gewoon in de gang. Kippenvel van. Ja, het is gewoon fucking Leo Sayer. Maar dit is eigenlijk een promopraatje voor jouw Insta-account, dacht ik. Kijk, de Leo Sayer, goed, dat weet iedereen wel.
Dus ze moeten even kijken op jouw Insta-account, want jij plaatst elke dag leuke filmpjes van die toch wel wereldsterren die je elke dag te gast hebt. Oh, ja, dat moet ik dus wel even doen. Nou, ja. Ja. Henk-Jan_Smits. Ik ben allerlei social media accounts aan het pluggen. Ja, daar kom ik natuurlijk ook bij jou uit. Ja. Taart van Mar op Insta. En wat zien mensen dan? Taart en lekkere dingen. Zou ik het laten zien? Nee, misschien. Oh, ik zat te denken, als je nou... Doe even met je handen zo, alsof je een taart in je hand hebt. Shop ik er gewoon eentje in. Wat een lekkere taart. Staat helaas niet op je Insta, maar die kon ik wel vinden op internet. Oké. Nee, maar de echt lekkere taarten... Ik kan dit ook maken. Ja, tuurlijk. Maar de echt lekkere taarten staan allemaal op je Insta-account. Ja, klopt. Ruud. Ik heb al een gesloten houding. Ja. Toch ga ik je iets heel persoonlijks vragen. En als iemand aan zijn neus zit hij te liegen. Okay. Ja. Ik denk dat jij de beste Insta-story van dit jaar hebt gemaakt. Ik schoot ervan vol, echt waar. Ja, ik vond het echt heel mooi. Okay, ik heb het ook aan andere mensen laten zien. Klik eens aan als je wil. Dit serieus, welke vraag zou je me nou echt willen stellen? Ik zet deze gelijk online, dus wel goed, wel eerlijk zijn. Wie is je volgende vrouw? Ja, dat weet ik toch niet? Moeten jullie maar zoeken. Nou, die was dus al heel leuk. Daar heb ik heel erg om gelachen. Wist je trouwens wie je volgende vrouw wordt al, of is dat nee, al niet bekend? Nee, dat weet ik dan zelf ook niet. Nee, oké. Okay. Ik vind het heel leuk, jouw Insta-stories worden steeds persoonlijker. Ja, dat... Moet dat van de KRO en NCRV? Nee, of is... dat is gewoon omdat het ons overkomt thuis. En mijn kinderen zijn niet nep. Nee, dat blijkt. Want het mooiste fragment... Ja, dit vond ik echt... Hier moest ik echt even van slikken. Komt als ik jou nou vraag... Wat is de allerbelangrijkste vraag uit het leven? Ik zou vragen of jij van mij houdt. Ja natuurlijk hou ik van je. Met heel mijn hart. En Ted... Dit is toch gewoon wel het liefste dat ik ooit op Instagram heb gezien. En dat, daarom kom je hier. Oh, nog gaat die stoel lopen doen. Nee, helemaal niet. Maar jij komt hier om dat uit te venten nog eens. Nee, om dat te zeggen tegen jou. Met mijn filmpje ga je aan de haal om meer kijkers te trekken. Want dat is het. Je bent nee. Een soort story. Dat ik wilde een, laten zien. Een valse emotie. Oh, ik wil iedereen laten zien. Journalist? Ik wilde laten zien. Net zo plastic als al die andere mensen. Hoe gevoelig je bent. Zo bij Boulevard werken. En wat een leuke man jij bent. Dat wilde ik laten zien. Ja, maar dat hoef je toch niet. Dat wist ik toch zelf ook wel. Ja, maar mijn kijkers nog niet. Ik maak die filmpjes toch? Bovendien, ik ben geen leuke man. Ik heb leuke kinderen. Dat is wel zo. Nou dan. Kijk even op de Insta van Ruud. Zie je allemaal van dat soort filmpjes. Huichelaar.